In het landschap van Zeeland liggen nog altijd tientallen opvallende aardeheuvels. We noemen ze Vlietbergen en in de middeleeuwen stond er vaak een mottenkasteel op. De nu hoogste Vlietberg van Zeeland is die van Wemeldingen. Nou, dit is hem dan, de berg van Wemeldingen, helemaal begroeid nu. Niet zoals het oorspronkelijk was, maar het is toch een van de mooiste en de belangrijkste eigenlijk berg van Zeeland. Want het is de hoogste die we nog hebben, 10 meter is die nog en vroeger nog hoger. De Vlietberg van Wemeldingen is vanaf zijn top nog het beste te zien. De lage grond eromheen suggereert de aanwezigheid van een oude gracht. En dat zou heel goed kunnen. Want de bergjes, of motters, zoals ze ook genoemd worden, waren verdedigingswerken en dienden meestal als basis van het mottenkasteel van een ambachtsheer. Vanuit deze vestigingen bestuurden de Zeeuwse ambachtsheren in de 12e en 13e eeuw hun gebied. Vaak stichtten ze ook een kerk in de nabijheid, waar vervolgens een dorp ontstond. Nou, in Wemeldingen zal dat ook het geval zijn geweest, maar hier is het toch iets anders. Want waar deze kerk nu staat, stond vroeger een vlietberg en wel een twee perioden berg met gracht. Dus een hoge berg, die hebben ze afgegraven op een gegeven moment, kerkhof versticht. En op dat kerkhof, of dwars er doorheen eigenlijk, kwam deze omstreeks 1350 deze kerk. Dus er is hier een heleboel activiteit geweest in enkele honderden jaren tijd. En het is nog mooier, want ten noordwesten van de kerk heeft nog een hoge berg gestaan, die is helemaal verdwenen. Dus je hebt hier eigenlijk drie bergen bij elkaar in Wemeldingen, waarvan er nog één over is en één hier bij de kerk een klein beetje. En zo telde Zeeland aan het eind van de 12e eeuw honderden vlietbergen. Nu zijn er nog 40 over. De mottenkastelen zijn natuurlijk allemaal verdwenen. Maar hier bij Terra Maris hebben ze er één inclusief berg nagebouwd. Hier zie je zo'n reconstructie van een mottenkasteel op een wat lage vlietberg, meter of 4 is deze. Maar het geeft wel een beeld van hoe het toen was, met een palissade eromheen. Stevig gebouw, je ziet ook schietgaten erin zitten. Je ziet ook een indruk van een slotgracht. In die tijd lag er water in als het goed was. Maar het was alleen maar voor gevaarlijke tijden. In het normale leven had men veel meer ruimte nodig en dan had men hier een voorburg. En die voorburg had een huisvesting voor mensen en voor hun vee, voor hun oogsten en voor hun materiaal. Hoewel ook in de rest van Nederland motters bekend zijn, is het grote aantal bergen in Zeeland uniek. Dit heeft mogelijk te maken met het afwijkende Zeeuwse erfrecht in de middeleeuwen, waarbij het gebied van een overleden ambachtsheer steeds over al zijn zoons moest worden verdeeld, waardoor er steeds meer ambachtsheerlijkheden en dus meer mottenkastelen kwamen. Overigens is van een aantal bergen in het Zeeuwse landschap nog maar de vraag of er daadwerkelijk een mottenkasteel op heeft gestaan. Een aantal heuvels werd alleen gebruikt door herders om met hoog water hun schapen op het droge te hebben. Of er stond een molen op. Lang heeft men gedacht dat alle heuvels aangelegd waren voor de bescherming tegen overstromingen. Vandaar ook de naam Vlietberg. En in het verleden werden nog hele andere, soms zeer raadselachtige ontstaansgeschiedenissen en functies aan de bergen toegeschreven. Zo zouden ze, volgens een theorie, zijn gebouwd door de Inca's uit Zuid-Amerika of de Feniciërs, een zeevarend volk uit de oudheid uit het Midden-Oosten. Een tijd lang bestond er ook de offerbergtheorie, die ervan uitging dat er in heidense tijden duivelse erediensten met misschien wel menselijke offers werden gehouden. Ja, er zijn bijvoorbeeld bij de Hazenberg bij Aagtekerk, daar zou een heksenvergadering geweest zijn. En je hebt bij Capelle hier in de buurt de nu grotendeels geslechte Duivelsberg. Daar zouden misschien volgens de oude literatuur oude druïden hun griezelige erediensten hebben gehouden. En al die verhalen zijn te verklaren omdat de later generaties niet meer wisten waar die vlietbergen voor gediend hadden. Vandaar de naam Vlietberg en al die raadselachtige theorieën. Men wist niet meer wat het geweest was en daarom kreeg het een raadselachtig odium. Toch heeft recentelijk onderzoek aangetoond dat de meeste vlietbergen of verblijfplaatsen voor vee of heuvels voor mottenkastelen waren.
De meeste kasteelbergen waren tot het eind van de 13e eeuw in gebruik. De houten kastelen raakten in onbruik nadat de bakstenen kastelen waren geïntroduceerd. Die werden niet meer op een berg gebouwd. Tussen het jaar 1000 en 1300 telde Zeeland enkele honderden vlietbergen. Deze heuvels waren in veel gevallen middeleeuwse verdedigingswerken. De hoogste nog bestaande vlietberg van Zeeland is te vinden in het Zuid-Beverlandse Wemeldingen.